vandaag ga ik met jullie een roerbakschotel maken met gamba's. Ik heb de pan goed voorverwarmd. Wat ik als eerste ga doen is een klein beetje wokolie in de pan. Vervolgens voeg ik de gambaatjes toe. Ik zorg dat de gamba's goed gaar zijn. Op het moment dat de gamba's mooi roze gekleurd zijn, kan je goed zien dat ze ook gaar zijn. Ik hou ze wel goed in beweging. Nou, de gamba's zijn nu zo goed als gaar. Ik ga nu de groentemix erbij doen. Ik heb een Oosterse groentemix. Deze ga ik alroerend ook even op aanbakken, zodat ze beetgaar zijn. Nu de groenten even goed aangebakken zijn, doe ik een klein beetje woksaus erbij. Ik heb hier een zoetzure woksaus. Deze bak even lekker mee. De gamba's en de roerbakgroenten zijn nu lekker gaar. Ik ga nu het bord opmaken. Nou, de gamba's zijn nu gaar met de roerbakgroenten. Dus ik ga het nu even op het bord doen. Ik heb wat gekookte rijst staan. Vervolgens heb ik hier de roerbakgroenten met de gambaatjes. Doe het lekker op het bord. Vervolgens zal ik nog een klein beetje crèche bij doen. Ik heb een mooie shiso purper. Nou, als dit geen lekkere maaltijd is, weet ik het niet meer. Ik zou zeggen, eet smakelijk.